Nee. Hey daar jongens en meisjes en welkom bij een nieuwe video van mij. En vandaag ga ik het hebben over iets wat deze periode voor mij heel erg stressvol was. Namelijk tentamens. Iedere hbo-opleiding heeft natuurlijk een paar aantal tentamens die je per jaar moet maken. De ene opleiding doet tentamens na ieder blok en ieder blok duurt 10 weken. Andere opleidingen kunnen weer het hele jaar door gewoon tentamens doen. Zoals de opleiding Human Resources Management. Tentamens hier op het hbo is misschien een beetje anders dan wat je gewend bent op de middelbare school. Om te beginnen, als je een tentamen moet maken, krijg je eerst ver van tevoren, kan je dat zien in je rooster, waar je tentamen is. Je tentamen kan plaatsvinden in een hva-gebouw, maar ook in een niet-hva-gebouw. Ik had gisteren bijvoorbeeld mijn tentamen in de World Fashion Center bij Lelylaan Amsterdam. Ik mocht helaas niet filmen in de tentamenzaal. Maar dit is dus waar alles plaatsvindt. Dit is de World Fashion Center. Ik ben momenteel klaar met mijn tentamen. Hoe het is gaan, vraag me dat alsjeblieft niet, want antwoord daarop, geen flauw idee. Soms kan je ook naar andere gebouwen gaan bijvoorbeeld. Je kan ook bijvoorbeeld gaan naar Holendrecht. En nogmaals natuurlijk gewoon weer op school. Wat wel het chillst is, zoals vandaag, wat ik het ook heb gehad. Vraag me niet hoe mijn toets ging, want ik weet het niet. Wanneer je aankomt bij een locatie, is er iets wat je echt 100% bij moet hebben. En dat is legitimatie. Zonder legitimatie kan je toets niet maken. Maar wat geldt nou wel en wat geldt nou niet? Onder legitimatie verstaan wij enerzijds je schoolpas, dat mag je als legitimatie laten gelden. En aan de andere kant een officieel legitimatiebewijs, zoals een ID, een paspoort of een rijbewijs. Niks anders. En heb je dat niet bij je, word je niet toegelaten in de zaal en mag je de toets ook niet maken. Ten tweede, te laat komen. Misschien op de middelbare school kon je nog eventjes 2 of 3 minuten te laat komen voor je toets en dan ging je gewoon even snel zitten. Op het hbo is dat niet zo. Laten we zeggen, je toets begint om 9 uur, dan begint je toets ook echt om 9 uur. Kom je 1 minuut later of zelfs een beetje later of wat dan ook, dan mag je om 9 uur de toets niet meer maken. Wat gebeurt er dan? Dan moet je 20 minuten wachten en dan gaat de deur weer opnieuw open voor alle te laatkomers. En die mogen dan de zaal weer binnenkomen om de toets te gaan maken. Verder is het ook heel erg belangrijk dat je naar de wc gaat voordat je aan de toets begint. Want tijdens de toets zijn toiletbezoeken niet mogelijk. Wanneer je klaar bent met de toets, mag je de zaal verlaten. Wel pas na minimaal 30 minuten sinds de toets begonnen is. Als je klaar bent, ga je naar voren, lever je de toets in en dan teken je je naam af op het formulier. En de surveillant laat je zo de deur zien en dan mag je gaan. Docenten hebben 15 werkdagen de tijd om je toets na te kijken. Als je de toets niet hebt gehaald, dan is er een herkansingsmogelijkheid bij de toetsweek van het volgende blok. Het komt wel goed, schatje. Tentamens maken op het hbo, zoals je kunt zien, is niet zo gemakkelijk als hoe het ging op de middelbare school. Het is veel officiëler en ook nog eens veel serieuzer. Maar laat je er niet afschrikken, want wat ik wel heb gemerkt sinds ik op het hbo zit, voor mij persoonlijk voelt het wel een stuk soepeler en ook een stuk verlichtender. Ik kom gewoon naar school na 10 weken om een toets te maken, ik ben klaar met mijn toets en ik loop weer naar buiten, ik wacht op mijn cijfer en that's it. Ik hoop dat deze video jullie goed heeft voorbereid op hoe jij toetsen kunt verwachten op het hbo. Wil je mijn vorige video zien? Klik dan hier. Wil jij graag een video zien van mijn mede-YouTubers? Klik dan hier. Uiteraard vergeet niet te liken, te subscriben en deze video te delen. En dan ga ik nu weer verder met leren voor mijn volgende toets. Dank jullie wel en tot volgende week dinsdag om 4 uur. Joe!